Oh, we hebben ook cheers. Oké, okay. Ga jij met iedereen cheersen? 1, 2, 3. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Brrr. We zijn weer terug in Siberisch Nederland. En het is zaterdag. Brrr. Is morgen jarig, dus we zijn even wat dingetjes aan het inkopen. Zoals wijnkaas, taartjes, dat soort dingen. Voor de birthday queen. En we zijn tegenwoordig op stap met die Bugaboo Bee. Daar zijn we heel blij mee. En dat is wat meer geschikt ook voor ons. En we gaan schaatsen nu. En even kijken hoe dat er aan toe gaat bij het schaatsen. Kijk, iedereen is aan het schaatsen op het ijs. Dat gaan wij ook doen. Bizar dit. Wij zijn weer thuis en we hebben net gegeten. We liggen op de bank. Allebei een beetje chagrijnig en moe. Van de jetlag. Kijk eens, Olivia, wat ik voor jou heb. Wat ben jij aan het doen? Met mijn vader gaan kijken van jou op de uitgaan. En Olly kijkt Peter Pan. Peter Pan. En we hebben de open haard aangezet. Want het is koud. Good morning. Het is zondag. A.k.a. Olly's verjaardag. Olly is 2. Zal er niet zijn op het hele slechte idee gekomen om vanochtend 4 uur nog 2 zakken chips weg te werken. Dus ik niet echt topfit. Maar goed. Ik ga jullie meenemen naar beneden. Openmaken. Echt waar? Gaan we dit hele grote cadeau openmaken? Openmaken. En Sander heeft deze mooie vorm pannenkoekjes gemaakt voor de baby. Olly. Olivia. Ja. Wow. Mooi, hè? Pannenkoekjes eten. Kay en Diego zijn gekomen. En we zijn de tafel aan het klaarmaken. Ja, die moet er sowieso bij. Sorry. Dat is een heel goed idee. En we hebben PJ Donuts. Ik wil ze eigenlijk liefst nu al eten. En de prinses slaapt nog. Het moment is eindelijk daar. Dat deze schoenen eindelijk van mij zijn. Van de Bijenkorf. Echt super blij mee. Dus die ga ik vandaag aandoen. Wie is hier jarig? Wie is hier jarig? Oh, die is hier jarig. Olivia! Olivia! Kijk eens even om je. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. In de gloria. In de gloria. In de gloria. Nee, tof dat jullie daar zijn. Ja, deze is 2 jaar. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het zo snel is gegaan. Maar ja, ik vind het dat jullie allemaal zijn. En nu gaat Noor iets heel intelligents zeggen. Ik hou niet van speech. Ah, maar ze kan het wel heel goed. Ja. Cheers, everybody. Cheers. Cheers. We hebben ook cheers. Oké, ga jij met iedereen cheersen? 1, 2, 3. Hey guys, ik weet niet of anderen met mijn camera nog gevlogd hebben vandaag. Of dat jullie me al even niet gezien hebben. Maar vandaag was Olly's party. En die is nu voorbij. En ja, we hebben nog de ballonnen hangen. Het is 1 grote bende in huis. Want ik dacht dat ik niemand had uitgenodigd eigenlijk. Maar toen kwamen er ineens 30 mensen eten en drinken. Dus het is best wel wennen. Dus ik ga even opruimen. En Olly is nog steeds wakker. Sander slaapt op de bank. Die is heel moe.
van de jetlag. En dan, ik ga zo Ollie naar bed brengen. En dan morgen gaan we weer back to work. Na onze leuke holiday. Helaas. Maar moet ook gebeuren. Oh, ik dacht dat ik een muis zag. Oké. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Ik zie jullie morgenochtend. Hey guys, good morning. Het is the day after. Het is maandag en de dag na Olivia's party. We zijn echt gaar. Olivia had een beetje te veel indrukken met haar feestje gisteren gehad. Dus die werd er 3 keer wakker vannacht. En is uiteindelijk bij ons in bed gaan slapen. Want ze kon anders niet slapen. Dus we zijn best wel gaar. Ons huis is echt 1 grote ravage. Dus we gaan zo opruimen. En Sander en ik gaan iets heel leuks doen trouwens vandaag. Sander en ik gaan samen een city getaway doen in onze eigen stad. Wat hebben we nog nooit? Hebben we dat al gedaan? Nee, nog nooit eigenlijk. En we gaan slapen in het Art Hotel. En daar vanavond ook dineren. En daar gaan we zo spulletjes voor inpakken. We hoeven niet al te veel mee te nemen, want het is 1 nachtje. En morgen weer naar kantoor. We gaan wel lekker uitgebreid ontbijten. Dus dat is heel gezellig. Dat ga ik zo aan jullie laten zien. Het Art Hotel is het hotel bij Amsterdam Centraal Station. Er zit ook een restaurant in, dat heet 533. Misschien kennen jullie dat wel. Dat is echt super lekker. Dan gaan we ook eten. Echt lekker. Gaan we zo eten? Ja. Nee. Ja. Yay! En ze hebben ook een zwembad, dus ik ga ook mijn badpak meenemen. Want ik wil wel zwemmen straks. Waar hebben ze dan zwemmen? Hoe kan dat? Ja, laat ik straks wel zien. Nee, laat ik in de volgende vlog zien. Volgende vlog. Hallo, ben je tegen dus dat. En ik ga nu mijn haar doen. Ik ga voor Beach Waves. Mag ik nog iets zeggen? Ik wil ook foto's maken vanavond bij het Art Hotel. Want ze hebben een dak, en echt een ziek dak met uitzicht op Amsterdam. Dus ik wil even een coole foto maken. Mag ik iets zeggen? Ja. Bedankt voor al jullie lieve verjaardagswensen. Wensen voor Olivia, dat is echt super lief. Ja, echt super bedankt. Ook namens Olivia. Het was echt... We hadden zoveel lieve berichten gekregen voor haar verjaardag. Ga jij maar zeggen dat ze vannacht... Ja. Oh. Had ik gezegd. Ik ga mijn haar doen. En ik heb mijn haar half gedaan. Want het zat nog een beetje in de krul van gisteren. Alleen ik vind het niet zo cool. Dus ik ga met deze producten. Waarschijnlijk kennen jullie die al. Want ze zien er super cool uit. Deze stylista. Het meisje dat erop staat ken ik trouwens. Haar Instagram is Debiflu. Misschien kennen jullie haar wel. Ze heeft een super cool Instagram. En ik gebruik. Ze hebben meerdere producten. Ook een brain milk en zo. Maar ik gebruik de Beach Wave Mist. Dat is dus zo'n mist. Het is ook echt een mist. Ik weet niet of je het kan zien. Ik heb hem in Miami ook een aantal keer gebruikt. Zoals jullie zien. Dat is voor beach waves. En het geeft volume en het droogt niet. Want meestal hebben die beach sprays waar dan echt extreem veel zout in zit. Hebben. Oh my god. Het is zo chill dit. Kijk het verschil. Tussen dit fluffy gebeuren en dan dit. En het ruikt lekker. En het ruikt echt intens lekker. Even kijken. Ik vind het ook gebruiken. Ja, Biebs gebruikt het ook. Dit is echt zo chill. Ik doe dan altijd zelf een beetje zo, dat het iets meer in de krul nog komt te zitten. En dan zo. Zo. Het is zo'n fijne textuur. Ik weet niet of sommigen het al hebben, maar het is echt zo lekker. En het geeft ook een volume. En wie wil het nou niet? Maar kijk dus het verschil. Ik vind het dus niet leuk als mijn haar netjes zit, maar dat er lekker zo'n structuur in zit. Alleen dan zonder al te veel pluizen wat ik net had, want ik heb best wel snel pluizend haar van mezelf. Komt ook door al te verven, moet ik zeggen. Maar dit is echt, oh, dit is zo lekker. Ik denk ook als ik nu mijn best zou doen, dat ik echt extreem veel volume zou kunnen creëren. Ik weet dat je niet moet toperen met deze borstel, maar... That's just what it is. En ik ga mijn haar half omhoog doen. Het is gewoon echt lekker als je stevige structuur in je haar hebt. Als je een kapsel gaat maken. En als je een beetje messy wilt. Wat ik altijd wil. Dan is deze spray ideaal. En er zijn meerdere verkooppunten. Je kan hem ook gewoon bij Kruidvat en zo kopen. Zo. Nog 1 keer even lekker die mist eroverheen knallen.
Zo. En that's it. Wat vinden jullie? Ik vind het wel cool zo. Yes, dus that's it. Ik ga mijn koffer inpakken. Oké, welcome to my closet. Waar het één grote bende is en dingen niet ingepakt. Oh ja, nog een cool detail over het Art Hotel. Ze hebben een gallery downstairs. En daar hebben ze nu van Selwijn Senatori een... daar kunnen we wel even laten zien straks. Een expositie. En wij hebben dus allebei, zowel Sander als ik, deze super zacht. Die ochtendjas is zacht, jongen Sander. Ja. Even kijken welke deze is van mij. En daar staat dus champagne in the morning op. Ik kan me niet meer herinneren of ik mijn Balenciaga's gisteren heb laten zien. Maar zo blij ermee. Ze vallen wel echt super groot. Ik heb maat 38 en eigenlijk zijn ze nog te groot. But I love them so much. Oké. Laten we de rotzooi ontsnappen. En de koffer pakken. En guys, ik ga de vlog afsluiten en een nieuwe beginnen van onze getaway. En die ga ik... wanneer ga ik die uploaden? Weet ik niet. Misschien staat hij al wel online. Ik ga er een aparte vlog van maken, want dat leek me wel leuk. En voor de rest wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan alsjeblieft hieronder. Want we komen steeds dichter bij de 100.000 abonnees. That's it. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om Olivia's verjaardag te zien. En ik zie jullie in ieder geval woensdag weer.